Goedemorgen, het is veel te vroeg en wij gaan naar Miami. En dit is mijn flight outfit. En dit is Fuchs flight outfit. Ik ga feesten outfit. Ja. We zijn er. Althans, op het vliegveld. Jongens, we zitten lekker in de lounge. En kijk wat voor jam ik tegenkom. Dit is toch vet old school, deze jam. Doet me echt denken aan vroeger of zo. Met dat poppetje met van fruit. Jij moet het peanut butter jelly op dit soort momenten. Jongens, we zitten. Zitten, wij doen. Het is tijd voor... De baggie. Oh. Wie is dat? Jafar. Heb je hem meegenomen toch? Ja, in de film. Mm. Vliegen is wel lekker, maar ik heb nog altijd, als ik in de vliegtuig ben, wil ik gewoon slapen. Ik dacht, een seconde dat we de lucht in gaan, ga ik slapen. Dat ga ik nu ook doen. Wat mondje. Er is een toetje. Ja, ik neem geen toetje voor wel. En nu is het zo van, je gaat zeker een hapje voor mij nemen. En we hebben onze koffers. Jongens, tipje, pak een Uber. Je kan ook een taxi pakken, maar bij een Uber weet je zeker dat het allemaal goed gaat, zeg maar. Wow. We zijn er. Jongens, we zijn er. Onze makelaar, jawel, de makelaar van het appartement. Die is hier over 2 minuten. Dit is het gebouw. Oh, kijk die oranje. Ah. We hebben een insane appartementgebouw. Waar we maandag gaan verblijven. Oké, dit is insane, jongens. We zitten in een van de torens. We hebben het grootste appartement van de toren. Toen zagen we een maand in Miami. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. We zijn er. Ik heb een folder gepakt beneden bij de receptie over healthy food. Holy crap. Wow, dit is veel groter dan ik had gedacht. Dat dacht ik ook. Ik dacht dat het kleiner was. Ja. Oh. Oh. Wauw, jongens. We zitten in een hoek waardoor het balkon ook groot is. Te gek. Hoe cool is dit? Zie je het water daar ook? Oh. Wow, ik zie gewoon niks omdat er zoveel zon. De keuken. Oh, dit gaan we even nog leuk decoreren allemaal. Yeah. Dit is... Oh ja, spulletjes. Dit is de badkamer. Ja. Bad, was... Een kast. Dat is wel een flinke kledingkast hier. Moet even hangers gaan kopen. Oh, hier? Ja. Oh, oké. Okay. Dit is niks. En dit moet de slaapkamer zijn. Oeh. Oh, wat is dit dan? Oh, hier zijn ook kasten, joh. Oh, dat is hier ook. Ja, hier zijn ook allemaal kasten. Oh. Oh. Heel veel kasten. Oh, hier zijn wel wat hangers. Oh, dit is zo cool. Ik kijk in een goede spiegel. Zo cool! Dat is echt heel tof. Hoe blij
Hoe blij ben jij? Het is echt heel vet. Echt heel vet. Wauw. Oh, hier zit een kast. Oh, oh, beddengoed en zo. Ja. Even kijken of er nog extra zo doekjes zijn. Je kijkt naar de Ocean. Ik dacht dat we de andere kant op keken. Oh, nee, je ziet wel Ocean. Top. Ja. Wauw. Awesome. Echt heel erg leuk. Ik kan niet wachten om hier lekker nu een maand te chillen. Heel veel spiegels. Ja, echt heel veel spiegels. Dit is tv. Lekker groot. Oh, ja. Love it. Merk een koelkast. Ik heb er blij aan. Wauw. En hier is van de ijsmachine. Ja. Mega groot. Echt heel fijn. Dit is de keuken. Wasmachine, droger, vaatwasser, top. Moet even nieuwe sponsjes en zo gaan kopen. Ja, dat is een kaartje. Oké, ik heb net een tour van het appartement opgenomen voor IGTV. We gaan nu even uitpakken en even douchen. Er staat echt niks qua zeep of douchegel of shampoo of whatever maar hier. Gelukkig heeft mijn vrouw. Heb ik van alles bij me. Ik zeg maar, of alles, ik heb een mini douchegel bij me. Van alles. Nou ja, waar de tappen staan, dat soort dingen. Dat zit niet. Dus we moeten dat eventjes gaan kopen. Vinden wij echt wel vervelend. Echt heel vervelend. Het is nu, hoe laat is het? 16:30 bijna of zo? Ja, zo. En om 19:30 hebben we een reservering voor Thanksgiving. Buffet. Dus ik denk dat we lekker gaan uitpakken, dingen ophangen. En die kan wel ophangen. En dan rustig aan die kant op een gegeven moment op. Dat kan toch daar zo goed doen. Heb jij gezien hoe cool dat daar, hè? Ja. Ja. Alright. Welke kast wil jij? Links, rechts? Maak het uit. Wat? Welke kastje wel? Volgens mij is het sowieso één grote lange kast. Links. Oh nee, het zijn... Nee, ja, het is wel één grote kast. Hallo. Oké, we hebben eigenlijk bijna alles uitgepakt. Ja. Ik zal nog wel een ander keertje gewoon even een goed toertje doen met alles, maar het is al gelijk een stuk huiselijker. Oké, we hebben ons even opgefrist, even gedoucht. Ik heb dus geen shampoo. Dus ik moet echt even shampoo halen. Ik heb nog een paar andere dingen opgeschreven. We moeten even een grote fles douchegel. Shampoo conditioner. Ik heb mijn tandenborstel vergeten. Ik dacht echt dat ik hem in had gepakt. Echt waar. Dus ik heb nu even die gebruikt. In het vliegtuig kreeg ik zo'n kitje. Dus die heb ik nu gebruikt. Maar ik moet even een nieuwe kopen. Maar ik poets dus thuis elektrisch. En dan op reis neem ik altijd mijn gewone reistandenborstel. Maar dus die vergeet ik wel eens. Nog even zitten. Tandenborstel. Oh ja. Ik vind het helemaal vaker. Ja, gewoon echt heel vaak. Maar maakt niet uit. Die moet je toch eigenlijk omwisselen af en toe. Dus, ja, en we hebben gereserveerd voor het Thanksgiving buffet bij de Palms. Om 19:30 en het is nu 19:30. Ja. Dus het is 12 minuten ongeveer daarheen met de Uber. En we dachten, ja, dan gaan we misschien even hier in het gebouw rondkijken. Er zijn meerdere gebouwen die bij dit appartementcomplex horen. Even rondlopen en even kijken. En dan daarna naar de Palms. Dit is wat ik aan heb. Dit is een jurkje, bloemetjes, een tasje en dan mijn sneakers. Witte gimpen. Ja, wat ik aan heb, is dit shirtje, want daar heb jij wel zin in. Ja, die vind ik superleuk. Ja, ik vind hem ook nog steeds superleuk. En hij is helemaal niet zo beschadigd na nou, wat? De val. Deze had ik. Oh ja, de val. Maar dan deze. Gele sokken, want die passen bij me. Gele. First class flight Air Jordan 1's. Nice. Thank you. Jongens, de combinaties hier ook. Dit is zo murken allemaal. Dit is nice. Jongens, dit is de tuin. Wat? Wauw. Dit is echt insane. Kijk, dit is het zwembad. Oh, dan gaan we lekker morgen zwemmen. Oh, hij is dicht nu. Oh ja. Oké, dus je mag niet 24/7 zwemmen. Snap ik ook wel. Maar. Deze daar. Oh. Heel cool. Kees. Hallo. Hallo. Dit is een winkeltje hier. Vet schattig. Kijk. Oh, dit winkeltje zit naast ons appartementencomplex. Top. Oh, het is 3:00 s'nachts open. Oh, kunnen we tot 3:00 s'nachts snackies halen? Oh, hoe is dit? Ik heb het gebouw met die rode lampjes. Yep. We komen ineens aan de buitenkant van ons gebouw. En het zit hier. Oh, dat daar met al die ramen die dan mee gaan vullen. Jongens, dit is zo vet. Echt, dit is een van de gebouwen en daar loop je dan naar binnen. En je hebt hier allemaal plekjes en het is gewoon een hele community. Ik las het online en mensen zeiden het is een hele community. Oh ja, nou daar is de Uberplek. Oh, wij zijn echt... Oh, we zijn heel erg omgelopen net. Heel erg. Nou ja. We zijn bij de Palms. We hebben dus gekeken naar waar je Thanksgiving kan eten. Of vieren. Zonder familie, zeg maar. Dat je gewoon ergens eet. En hier is een buffet. Oh, het ruikt hier, net als alle hotels in Amerika. Vegas ruikt het ook zo. Schoon en
en Amerikaans. Jongens, daar is het buffet. Het is geweldig. Het is zo leuk. Het is allemaal Amerikanen te eten. Het is niet zo groot als een Vegas buffet. Nee, maar daarachter gaat het nog door. Yep. Ja. Ik ga het filmen zo. Ja, ik zal het Thanksgiving buffet filmen voor jullie. Dat zijn de koude hapjes. Salades en zo. Puree. Groenten. Green bean. Dit zijn wel echt die maaltijden. Sourdough stuffing. Oh, jongens, het ruikt zo lekker. Daar heb je turkey. En vlees en dat soort dingen. Dit is onze Thanksgiving meal. Mm-hmm. En nu gaan we... Het begin. En nu gaan we vertellen waar we dankbaar voor zijn. En toetjes. Oh jongens, ik zit zo vol. Hij is nog met vlees en zo. Ik heb allemaal gravy en ham en turkey en wat ik voor. We zijn even bij Starbs. We hebben gelijk een cup die we ook thuis kunnen gebruiken. Ja, we hebben hier ook. Voor met roze. Miami, ik vind Miami minder leuk. Ik wil die eigenlijk in een espresso glaasje. Ja, en ik even verder kijken. Maar voor nu deze dan. Alligator. SoulCycle. En Walgreens, daar gaan we even de zeepjes en dingetjes halen. Ja, het zit er nog steeds op. Er zit een kakkerlak op de door open knop. Yes. Kijk, het liefst loop ik hier natuurlijk uren. Maar we halen even wat nodig is. En dan terug naar huis. Oké, we zijn er. We hebben schoonmaakmiddel, water. Het is 9:15. We gaan niet meer naar de mall. Nee. Black Friday begint dus soms ietsje eerder, de dag ervoor, bij sommige malls. Maar we dachten al, nou, we kijken over, maar we zijn zo kapot. Ja. Dus we gaan lekker morgenochtend vroeg om 6 uur. Oh. Oh. Moeten we wel even wekker zetten voor het geval dan? Ja, sowieso een wekker zetten. En zometeen als we thuis komen even een plannetje maken waar we heen gaan en zo. En dan lekker slapen. Oh. En we zijn weer bij ons appartementcomplex. Ja. Ja. En zijn we weer. Oké, daar zijn we. Was er eentje? Jongens, wij gaan lekker slapen. Ik ga de vlog afsluiten. Welterusten, bedankt voor het kijken. En tot morgen. Bye.